Hallo, Sunshineers, Vandaag gaan we het hebben over de Parachyrodon Axelrodi, ofwel kort gezegd in de volksterm de Kardinaal Tetra. We gaan het hebben over de huisvesting, waterwaarden, kweek ermee, de biotoop waarin ze voorkomen, het gedrag, bij welke vissen ze kunnen en dat soort dingen meer. Kortom, alles over de Kardinaal Tetra of de Parachyrodon Axelrodi. Zometeen. Hallo Sunshineers, welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. Voor de mensen die het nog niet weten, mijn naam is Dominique Maas. Met mijn kanaal is het de bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en Tourpoint informatie te geven over het houden van Aquarium naar jullie toe. Zoals gezegd, gaan we het vandaag hebben over de Paracherodon Axelrodi ofwel de Kardinaaltitra. Voordat we daar echter aan starten, zou ik jullie vragen om even te gaan antwoorden op de vraag in deze poll. Namelijk, heeft u ze al ooit gehad of heeft u ze op dit ogenblik nog steeds? Heel eenvoudig, gewoon ja of nee aanklikken. Ik denk dat er heel veel mensen gaan klikken van ja, maar we zien het achteraf wel in de resultaten van de poll. We gaan beginnen bij het begin, de beschrijving van de Paragerodon Axelrodi kardinaaltitra. We kunnen de naam Paragerodon Axelrodi afsplitsen in drie stukken. We gaan beginnen bij het eerste deel, Para. Dit is afkomstig vanuit het Oud-Grieks. Hier in beeld zie je het symbool in het Oud-Grieks of in het Laat-Latijn. Het wordt gebruikt als voorzetsel voor alles wat ten onrechte is. Ik beloof jullie, de pijn zal kort zijn. Ik zal het heel snel houden, maar het is wel belangrijk dat we het weten. Geir komt van dit Griekse symbool. Het wordt eigenlijk uitgesproken als cheri. En dit betekent zoveel als hand. Odon komt van don. Dit is het Griekse symbool, het wordt uitgesproken als dwonti, en het betekent zoveel als tand. Dus eigenlijk, als we paragerodon axelrodi gaan uitsplitsen, dan krijgen we de samenstelling te een onrechte handtand. Dit is uiteraard omdat de tanden een bepaalde vorm hebben, maar het is een onrechte dat ze zo genoemd worden eigenlijk. Daar komt het op neer. Axel Rodi, het tweede deel van het woord, dat komt van de heer Herbert Axelrod. Dit was een man die heel veel vissen beschreven heeft. En een van deze vissen, bijvoorbeeld de kardinaal tetra, is naar hem genoemd. Dan hebben we uiteraard nog de fysieke beschrijving. Heel belangrijk om ook te gaan meten, want er worden heel veel fouten in gemaakt. Heel vaak wordt de neon de kardinaal tetra genoemd. En zoals we hier kunnen zien in deze afbeelding, is er wel degelijk een groot verschil. Bovenaan staat de neon-tetra met daaronder de kardinaal-tetra. We kunnen heel duidelijk zien dat de neon-tetra geen volle buik heeft en dat de blauwe rug niet volledig blauw is, maar eigenlijk een blauwe streep door de rug is. Alhoewel dat verschil heel weinig scheelt in sommige kweekvarianten. Dus het kan perfect zijn dat je een perfect knalblauwe bovenkant van het visje hebt, maar dat de onderkant die zal altijd deels rood, deels wit-grijs, gaan blijven. Het is een kleurrijk, langwerpig visje die gekenmerkt wordt door hun fluo-blauwe bovenlichaam en knalrode buik. Vaak worden ze verward met de neon-tetra, zoals daarnet al gezegd, maar dit is niet altijd bewust. Zo heb ik een tijdje geleden zelf ook een reactie gedaan op een Facebook-post. niet echt heel goed opgelet. Ik zei kardinaal en het was een neon, of was het nu omgekeerd, geen idee. Achteraf natuurlijk, als je in detail kijkt, dan zie je heel duidelijk dat het een neon of kardinaal was. Ik weet het niet meer precies welke van de twee het was. Maar het gebeurt heel vaak dat ze gewoon ten onrechte benoemd worden, terwijl de personen in kwestie meestal wel de correcte benamingen kennen. Ze worden ongeveer 4 tot 6 centimeter groot, de mannen vaak kleiner dan de vrouwen, de vrouwen zijn ook meestal een stuk struiser, een stuk forser gebouwd. Ze zitten onder de straalvinnige karperzalmen en dat staat bijna synoniem aan flinke zwemkampioenen. Als het licht uitgaat nemen ze hun schutkleuren aan en verliezen ze dus hun felle kleur, zodat ze... Terwijl ze slapen, niet al te veel opvallen voor eventuele predatoren. Dus zodanig dat ze niet te veel in het zegt zitten om opgegeten te worden door andere vissen of andere dieren. De herkomst van de Paracerodon, axelrodi of kardinaal tetra vindt zich in Zuid-Amerika. Ze komen vooral uit Zuid-Amerika, zowel clearwater als blackwater. Clearwater is water van de Amazone rivieren waar het niet al te bruin is. Blackwater is eigenlijk bijna letterlijk blackwater. Als je in blackwater zwemt en je strekt je arm voor je uit, dan zie je zelfs jouw eigen elleboog niet. Zo donker is dat water. Dit heeft vooral de oorzaak in de verschillende looizuren door takken, wortels van bomen die in de grond staan, bladeren, vruchten die liggen te rotten in het water en dergelijke meer. Daarom hebben we heel donker, heel... Donkerbruin tot bijna zwart water, vandaar de Blackwater naam. Wil je deze visjes dus gaan houden, ga dan zeker rekening gaan houden met hun natuurlijke habitat. Voor het aquarium houden ze niet van heel fel licht. Dus ofwel je lampen gaan dempen of dimmen, ofwel zorgen voor planten die je licht dempen, zoals bijvoorbeeld drijfplanten of valisneria die je laat overgroeien. Ze bevinden zich vooral in de middelste tot bovenste waterlagen. Hou daar dus ook rekening mee dat je daar niet te veel voedselconcurrentie gaat voorzien. De kleur van de Kardinaal tetra kan heel sterk uiteenlopen. Wanneer ze zich niet 100% voelen, zal het rood nooit zo diep rood zijn en zal het blauw nooit zo fel blauw zijn. Ga dus zeker en vast jouw aquarium en jouw waterwaardes gaan aanpassen aan de kardinaaltetra. Wanneer ze in een goede habitat zitten met goede medewoners en de goede correcte waterwaardes en niet te felle belichting, zal je zien dat het rood op hun buik echt knalrood is en het blauw op hun rug echt fluo fluo blauw is. Ze kunnen dus fantastisch mooi kleuren, maar ze kunnen ook een pak minder goed kleuren als ze zich niet zo heel super voelen. Het inrichting van het aquarium kan dus best van al gebeuren met wat drijfplanten. En in het midden kunnen ze best van al veel zwemruimte hebben, zodanig dat ze veel kunnen zwemmen. In theorie zijn het schoolvissen, maar ik zelf vind ze eerder samen scholende vissen. Ze gaan nooit echt voluit scholen, tenzij er ergens een bedreiging is. Bedreiging zoals in andere vissoorten, waarin ze niet al te veel vertrouwen hebben. Of bijvoorbeeld ook bedreiging naar slechtere waterkwaliteit, te felle belichting, te veel beweging voor de bak, iemand die te veel met de handen in de bak zit te prutsen, enzovoort. Qua waterijzen zijn ze vrij eenvoudig te houden. Maar zoals dat net al gezegd, wil je ze echter op hun volle gebracht gaan zien, dan kan je toch beter je best gaan doen om je waterwaarde zoveel als mogelijk aan te gaan passen. De temperatuur kan ergens tussen de 24 en de 30 graden gehouden worden. Dag in dag uit op deze maximum temperaturen gaan houden, is niet altijd aan te redden. Het zal hun levensduur gaan verkorten. Ideaal gezien kan je ze dus misschien beter gaan houden op 5, 26 graden ongeveer qua zuurtegraad van het water houden ze van lichtzuur water dus ergens een pH van 6,5 à 7. Hou je ze hoger dan kan het wel gebeuren dat je minder kleur zal zien, dat ze ook een stuk minder lang gaan leven, maar het kan op zich wel prima gaan gebeuren. De kweek van de Cardinaaltetra of Paracheirodon axelrodi. De kweek op zich, hoewel men het vaak anders doet vermoeden, is eigenlijk heel eenvoudig. Maar een hele belangrijke maar. De omstandigheden om, te, om ze te gaan kweken zijn voor ons als hobbyisten niet zo eenvoudig, niet eenvoudig na te komen. Om met de Paracerodon axelrodi te gaan kweken kunnen we maar beter gaan zorgen dat we een heel ruim aquarium hebben pakweg 1000 liter of meer waar je enkel en alleen uitsluitend kardinalen insteekt liefst een vijfhonderdtal tot duizendtal dat je daarnaast erin slaagt om uiterst stabiele waterwaarden te handhaven, die uiterst zacht zijn, fluctuerend in temperatuur en zuurder dan wat ze gewoonlijk willen. Dus een pH van 5 tot een pH van 6 ongeveer. Stel dat je je aquarium inricht met veel fijnbladerige planten en dat je zorgt dat er een lichte stroming in je bak zit, die de losgekomen eitjes netjes richting de meest beplante delen van jouw aquarium gaat voeren, dan zal je als vanzelf op termijn. Tussen haakjes als je genoeg micro-organismen hebt die de kardinalen kunnen voeden, jongen hebben. Veel factoren waar je moet mee rekening houden, dus wil je gaan kweken met de kardinaaltitra. Als je dit echter allemaal zou gaan doen in jouw thuis aquarium dan gaan ze gewoon vanzelf gaan kweken. Dus met goede voeding, correcte waterwaardes, voldoende grote bak, fijnbladerige planten waarin de eitjes kunnen tussen gegooid worden enzovoort. Eigenlijk is het dus voor ons als hobbyist niet zo eenvoudig om ze te gaan kweken, omdat we moeilijk kunnen voldoen aan al die eisen. Wil je echter je daarop gaan toespitsen om ze te kweken, dan kan het zeker en vast. Wat kunnen we anders nog zeggen van de kardinaaltitra? Ze zijn vrij gevoelig aan ziektes. Ik neem als voorbeeld bekrot, venrot, witte step, schimmels, parasieten. Noem het maar op. Je vindt ze ongetwijfeld wel een keertje terug op jouw kardinaaltitras. Desalniettemin zijn het schitterende en hele leuke, aangename en eigenlijk niet zo moeilijke vissen om te gaan houden. Daarom ook zal het zo zijn. Ga ik nu al van de veronderstelling uit dat in de poll die daarnet hierboven stond heel veel mensen zullen antwoorden van ja, ik heb ze of ik heb ze nog gehad. Misschien nog een extra bonusstip voor de Kardinaal Tetra. Het is zo als je een Tetra wil gaan houden en je echt het mooie, leuke gedrag wilt zien en de mooie kleuren van de Kardinaal Tetra wilt zien, dat je echt wel een flink schooltje of een hele grote groep moet gaan nemen. Vijf, zes, acht, tien stuks is gewoon veel te weinig. Neem er meer en het komt goed.